Een bijzonder goedemorgen allemaal bij het volgende webinar over online leren. We gaan het vandaag veel hebben over gepersonaliseerd leren, over flexibel leren, waarbij we veel docenten aan het woord hebben. Twee collega's, Ellen en Floor, hebben een aantal collega's geïnterviewd de afgelopen weken. Die fragmenten willen we graag met jullie delen. Ellen en Floor, ga die mensen volgen, want die zijn mooie dingen aan het doen. Zijn ook met Chip de Jong, met de Chipcast, hard aan het werk om verdieping te brengen op het thema excellent leren voor iedereen. En met de Chipcast doen we dat in samenwerking vooral vanuit het onderzoeksperspectief, nieuwe perspectieven. En in deze webinars en met een magazine wat er aan gaat komen, zijn we aan het kijken hoe dat we dat kunnen verbinden aan de praktijk. Hè. Dus OHB Dekkers doet dat vanuit de praktijk. Hoe vertalen we dat naar de lessituatie, naar de onderwijspraktijk? En met Chip de Jong, Chipcast, meer vanuit het onderzoeksperspectief en de wetenschap, hoe dat we dat aan elkaar kunnen verbinden. Dus Ellen en Floor hebben een aantal van de collega's geïnterviewd. Die interviews ga ik vandaag met jullie delen. We hebben ze vooral gevraagd van hoe gaan we nu om met gepersonaliseerd leren? Want dat is een thema wat natuurlijk op dit moment actueel is. Dus we hebben docenten aan het woord en dan gaat het over gepersonaliseerd leren. Voordat we daarmee gaan starten, de lente start zo'n beetje vandaag, heb ik begrepen. We gaan alleen maar hogere temperaturen. Maar even kijken hoe dat het afgelopen weekend was. Toen zag de wereld er wit uit en ijs. Het handje staat rechtsboven, het duimpje omhoog of het duimpje naar beneden. En ik wil graag even van jullie weten, wie heeft er geschaatst het afgelopen weekend? Duimpje omhoog is ja, ik heb geschaatst. Duimpje naar beneden is, ik kom niet op het ijs en ik heb niet geschaatst. Dus even kijken van, wie is er al wakker? Doet het duimpje het? Want dat heb ik zo meteen ook nog even nodig. Dus ik ben even benieuwd naar de schaatsers. Mijn duimpje staat omhoog wat dat betreft. Ik heb heerlijk geschaatst op de Biesbos. Prachtig om die omgeving te zien op het ijs. Nou, het is een beetje 50-50 zie ik aan de duimpjes tot nu toe. Dat is mooi. Leuk om dat te zien en goed dat jullie betrokken zijn. Gepersonaliseerd leren. En voordat we daar echt mee gaan starten, wil ik jullie even meenemen in een heel kort fragmentje wat ik eerder heb opgenomen met Peter Heerschop, cabaretier, pedagoog, gymleraar, hè, dus ook zelf veel onderwijservaring. En dat gaat over het opmerken van studenten. Als de videofragmenten het niet doen, druk dan op die grote play-knop in het midden, hè, die driehoek, dan kun je hem actief starten in je eigen browser. En we gaan vandaag ook merken dat het geluid soms harder, soms zachter is. Dat is natuurlijk wanneer we de opnames op afstand doen, hebben we het geluid niet helemaal in de hand. Dus hou je hand ook een beetje bij de geluidsknoppen om iets te kunnen variëren in het geluid. Maar eerst even Peter Heerschop. En dat even als startpunt. Hè. Dus we merken de studenten op. Een van de belangrijkste redenen wellicht om naar gepersonaliseerd leren te gaan. Weer even de hand aan de knoppen met de duimpjes. En dan is de vraag, wie van jullie is op dit moment actief aan het ontwikkelen of in de richting van gepersonaliseerd of geflexibiliseerd leren? Ik ga proberen dat onderscheid een klein beetje te maken. Dat ligt natuurlijk dicht bij elkaar. Maar wie is bezig met vormen van gepersonaliseerd of geflexibiliseerd leren op dit moment?
Ja, dan zou ik uit de reacties toch af kunnen leiden dat het overgrote deel, ik heb niet precies het percentage nu bij de hand, maar actief is met een vorm van gepersonaliseerd leren. En dat is ook de trend die we natuurlijk heel duidelijk in het onderwijs zien. Gepersonaliseerd leren, geflexibiliseerd leren, daar is veel aandacht voor op dit moment en daar zijn we veel mee bezig. Het volgende fragment gaat een beetje van waar hebben we het dan over? Als het over gepersonaliseerd en geflexibiliseerd leren gaat, waar hebben we het dan over? Wat houdt dat in? Het eerste fragment gaat over de definiëring van wat is gepersonaliseerd leren.
En als je dat dan bij elkaar optelt, hè, dan zou je kunnen zeggen van nou, dan is deze hele uitgebreide, ingewikkelde definitie van gepersonaliseerd leren, hè, dus het is geoptimaliseerd voor de behoeften van iedere student, iedere lerende, waarbij de leeractiviteiten betekenisvol en relevant zijn voor de leren, voor de studenten, gedreven door interesses en vaak zelfsturend door de studenten. Nou, we hebben Mustafa gezien. Lolo komt zo meteen nog van Avans. Kim, Arjan en Els. En die gaan we in verschillende fragmenten terugzien zo meteen. En dat is natuurlijk fantastisch dat zij hier hebben aan willen deelnemen. Dus onze dank is ook aan deze mensen verschuldigd. Als je dan kijkt van wat zijn de kernbegrippen die in dat flexibel leren zitten, gepersonaliseerd leren. Het is een soort van maatwerk, vraaggericht. Hè, dus op basis van welke vragen hebben die studenten? Aansluitend bij de werkcontext. Als het werk verandert, wat zouden ze dan nodig hebben? Welke competenties hebben ze? Welke voorkennis hebben zij al? En welke interessegebieden hebben die studenten al die ze meebrengen na de opleiding? Hè, dus dat zijn belangrijke aspecten en eigenschappen van dit leren. En mijn vraag aan jullie is om in de chat eens te reageren. Denk je dat dat online nu makkelijker of moeilijker is dan fysiek? He, dus vormen van gepersonaliseerd leren. Graag een reactie in de chat. Is dat nou online makkelijker of moeilijker dan wanneer je de studenten op locatie hebt? En dan hou ik even een minuutje mijn mond dicht en dan hebben jullie de tijd om te reageren. En wat ik dan Tom zie zeggen, het heeft voor- en nadelen. Ik zie ook de stemmingen gaan een beetje wisselend van moeilijker naar makkelijker. Hè. Dat zal zo'n beetje 50-50 zijn. Het heeft andere mogelijkheden dan fysiek. Ieder is al veel persoonlijker bezig, hè, dus dat zou wat aanspreken bij dat gepersonaliseerd leren. Je hebt een deel fysiek nodig om de studenten te motiveren. Petra geeft aan van, ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Het gaat erom hoe dat je je onderwijs inricht. Hè. Dat is een van de belangrijke lessen die we natuurlijk ook al eerder gezien hebben. De didactiek is veel belangrijker dan het medium. En Geke geeft aan, ik krijg nu veel meer individueel contact. Het is afhankelijk hoe de studenten meewerken. Dat zijn ook aspecten waar we straks nog op terugkomen. Hè. Bij welke soort studenten, bij welke doelgroepen zou dat nou precies passen? En bij welke past dat veel minder? De vraag is natuurlijk van wat is nou de aanleiding om over te stappen naar gepersonaliseerd leren? En dat is ook een vraag die we de docenten gesteld hebben. Welke aanleiding was er bij jullie om over te stappen naar gepersonaliseerd leren? En dus nogmaals, mocht het filmpje niet starten, druk op die playknop in het midden. En misschien moet je zelf wat bijsturen af en toe in het geluid, wat harder en wat zachter.
En als je dat dus zo'n beetje samenvat, hè, wat zeggen die docenten, wat zijn nou de belangrijkste aanleidingen? De aansluiting op de arbeidsmarkt. Als de arbeidsmarkt snel verandert, moet je ook flexibel kunnen zijn in je aanbod, in je onderwijsprogramma. De motivatie proberen hoog te houden. Dus de betrokkenheid van die studenten te verhogen, succeservaringen op te laten doen. Relevantie, hè, dat bleek ook uit de eerste definitie, hè, dus dat die relevantie belangrijk is. Waarom doen we dit? Om ze meteen het zicht te geven op waarom heb je dit straks nodig op de arbeidsmarkt. En om aan te sluiten op de actualiteit. Als er actuele veranderingen zijn in je werkomgeving, is het wellicht belangrijk om ook flexibel en persoonlijk aansluiting te kunnen maken. Hè. Dus op het moment dat je een PABO-student bent en je gaat stage lopen, en je loopt in groep 7 of 8 stage, en je hebt met groepsdynamiek, klasmanagement nogal flink te maken, je hebt moeite om orde te houden. Als dat jouw actuele vraag is, en het onderwijsprogramma op de PABO gaat uit van de didactiek van het rekenen, en er is geen aanleiding om iets te doen over klassenmanagement, dan mis je ook die actualiteit, mis je die succeservaring en die flexibiliteit om iets van die vraag te beantwoorden die er dan speelt. En dat is ook wat je die docenten terug hoort zeggen. Het is fijn als we de ervaringen die studenten opdoen in hun stage, tijdens hun BBL-activiteiten, tijdens deeltijdactiviteiten, als we die meteen kunnen koppelen aan het onderwijsprogramma. Dus dat zijn belangrijke aspecten van de aanleiding om meer naar gepersonaliseerd of flexibel onderwijs te gaan. In het ontwerp is het dan natuurlijk wel de vraag, is gepersonaliseerd leren, is flexibel leren de oplossing voor de aanleiding die we hebben? Er is best wel wat kritiek ook op gepersonaliseerd en geflexibiliseerd leren. He, van levert dat ook wel de leerresultaten op die we hebben of willen hebben? Worden de verschillen tussen studenten niet groter in plaats van kleiner? Is het niet vooral voor de goede studenten een voordeel om gepersonaliseerd leren te hebben? En is de onderkant van de groep niet meer gebaat bij meer interactie in klassikaal onderwijs? Dus bij het ontwerp van je gepersonaliseerd leren, online of fysiek, is het wel belangrijk om steeds de vraag te stellen, is gepersonaliseerd, geflexibiliseerd leren nu de oplossing voor het probleem wat we ervaren. En wat daar, we hebben soms de neiging om snel mee te gaan in goede ideeën, die ook nog niet zo heel erg goed onderbouwd zijn soms, en te kijken van wat kan dat betekenen voor het onderwijs. Dus de vraag is het ook echt een oplossing voor wat we willen doen met die studenten? De volgende vraag is, en wat betekent dat voor jouw rol als docent? Dus ook die rol, of die vraag hebben we weer voorgelegd aan de docenten. Wat betekent nou geflexibiliseerd, gepersonaliseerd leren voor jouw rol als docent? Het volgende fragment.
En je ziet dus dat die docentrol heel sterk verandert. Hè? Je bent meer als coach, hoor ik al die docenten bijna zeggen. Dus je bent veel meer in een coachende rol. Het is veel meer vragen gestuurd, dus je kunt minder goed je programma voorbereiden. En dat is ook misschien wel een uitdaging ten opzichte van, nou, wat ik ook in eerdere webinars wel gezegd heb, zorg voor extreme duidelijkheid, voor structuur, dat die studenten precies weten waar ze aan toe zijn. Op het moment dat het onderwijs meer vraaggestuurd wordt en je dus minder uit kan gaan van je eigen programma, blijft die duidelijkheid wel cruciaal. He, dus vorm ook die coachrol, zorg dat die student precies weet wanneer, op welk moment, van wie er een coachende rol verwacht wordt, wat wordt er van de student verwacht, wat wordt er van jou als docent, als coach verwacht, en hoe is die interactie vormgegeven. He, dus niet... We hebben dat ook wel eerder gehad bij vraaggestuurd onderwijs, competentiegericht onderwijs. Was een beetje de mantra dat de docent met zijn handen op de rug stond en afging op de vraag van de student. In gepersonaliseerd, in geflexibiliseerd leren is dat per definitie niet het doel. De docent is cruciaal om van te leren. Die drieslag van de student leert individueel. Ze leren van elkaar en met elkaar en ze leren van jou als expert. En dan is juist ook die coachrol een hele belangrijke rol om die wel te blijven vormgeven. Dus de student is wellicht verantwoordelijk voor zijn leerproces. Hij staat daar niet alleen in. Je pakt dat samen met die student op. Dus je bent onderdeel van het leerproces. En coaching op afstand, coaching met je handen op je rug, moet je je afvragen van, wat Lolo aan het eind ook zei, is het voor eerstejaarsstudenten... Ik zag ook een vraag in de chat, wat als nou die studenten heel veel uitstelgedrag hebben? Je coacht op de drie hoofdprocessen van het leren. De sturingsprocessen, dus planning en regulering, activiteiten, uitstelgedrag. Je coacht op de informatieverwerking. Heeft die student in beeld welke informatie hij wel begrijpt, welke die nog niet begrijpt, wat de volgende stap is? Dus feedback, feed-up, feed-forward. En op de affectieve processen. Wat als er wat minder zelfvertrouwen is, als die student zijn zelf-efficacy, dus niet het gevoel heeft het te kunnen, dan coach je ook heel erg op de leeremoties, de trots, de hoop, om die studenten weer activerend te krijgen. Een vraag in de chat aan jullie is, bij welke studenten zou je nu vooral kiezen voor gepersonaliseerd of flexibel onderwijs? Dus aan jullie de vraag om in de chat te reageren. Bij welke studenten past dit vooral? En dat varieert, zie ik al een klein beetje, tussen voor alle studenten, bij elke student. Studenten die dit willen. Wat Ronaldo aangeeft, vooral bij deeltijdopleidingen, duale routes. Bij een gemotiveerde student, daar zou ik wat willen nuanceren. Want ik denk ook dat, wat we ook de docenten horen zeggen, dat er ook een motiverend aspect van uitgaat als je juist je eigen studieroute wat meer kunt vormgeven. Die zelf een beeld hebben wat ze willen, dus een duidelijk doel hebben. Ik denk dat dat aan zou kunnen sluiten, zeker. In principe bij alle studenten, alleen de coaching is anders. Ik denk dat dat ook zeker een rol speelt. Ik denk dat dat goede aspecten zijn om die daarin zeker mee te nemen. Mooi om dat ook zo genuanceerd te zien. Ik neem jullie even mee in de successen die de docenten ervaren. Bij welke successen hebben zij nu opgedaan bij gepersonaliseerd leren? Weer een kort fragment.
En als je dan weer even terugpakt op die aanleidingen, waarom zouden we nu overstappen naar meer gepersonaliseerd, meer geflexibiliseerd leren? De betrokkenheid, de motivatie, dat zijn wel belangrijke successen die je deze docenten hoort zeggen. En de betrokkenheid en de resultaten die aansluiten bij het werk. Dus je zou kunnen zeggen, als dat de problemen waren voor de overstap en nu zijn we meer naar gepersonaliseerd en geflexibiliseerd leren gegaan, dan zou je deze successen daar prima bij kunnen benoemen als zijnde van, nou, dat zijn de belangrijkste aspecten die ook als succes genoemd worden. We hebben natuurlijk ook gevraagd van welke moeilijkheden kom je nu tegen? En het is ook goed, denk ik, om daar even aandacht aan te besteden. Van stel, we hebben net ook al gezien, welke studenten past dit nou bij? Bij welke docent past dit bij? Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. Hè? Die zag ik ook in de chat voorbij komen. Als je die coachende rol hebt, dat past ook niet bij iedere docent. Dus welke moeilijkheden kom je nu tegen bij de invoering van gepersonaliseerd leren?
Als we kijken naar welke uitdagingen zijn er, welke problemen kom je nu tegen op het moment dat je naar gepersonaliseerd, geflexibiliseerd leren gaat. De neiging om dat in een gedetailleerd ontwerp te vangen. De mindset van docenten hoor ik heel duidelijk terug. Dus je pakt het echt op als team. Volgens mij is dat een soort van mantra die in al die webinars steeds weer terugkomt. Maak er teamwerk van. En die laatste twee die zijn ook belangrijk. Wat doen we als de leerresultaten heel erg uit elkaar gaan lopen? Mag dat, hè? Dus het verschil tussen divergeren of convergeren. En hoe zorgen we ervoor dat het een groepsproces blijft? Ook het socialiseren, het groepsdynamica in onderwijs is een belangrijk aspect. En op het moment dat we dat wat onderschatten, zie je dat misschien problemen gaat geven ook in een belangrijke functie van het socialiseren in het onderwijs. Het laatste fragment wat we nog hebben voor jullie zijn de tips. Welke tips geven de docenten ons nu mee? En waar ik jullie in de chat wil vragen om tijdens het kijken van deze clip ook in de chat te reageren. Wat neem jij mee als inzichten? Dus we gaan een dubbeltaak doen. Je gaat kijken naar het fragment. En ondertussen in de chat proberen korte zinnen te maken van wat zijn jouw belangrijkste opbrengsten van deze verhalen, beelden die docenten met ons delen. Ik start het laatste fragment.
Nou, volgens mij hele bruikbare tips. En ik zie ook veel reacties in de chat voorbij komen. Die volgens mij heel waardevol zijn. Neem de studenten mee in deze ontwikkeling. Ik denk dat dat een hele belangrijke tip is. Maak er teamwork van. En ontwerp het echt als, kijk naar wat zijn de meerwaardes voor het probleem wat ik heb. Voor de uitdaging die ik heb. En is dan meer gepersonaliseerd, meer geflexibiliseerd onderwijs ook een oplossing voor hetgeen wat we willen bereiken. Het is iets na 8:30. Tijd om de webinar te gaan afsluiten. Ik neem jullie nog heel even mee in wat betekent dat voor de volgende weken. We hebben een programma ook weer voor maart gemaakt. Volgende week komen ook studenten aan het woord. Ook over gepersonaliseerd, geflexibiliseerd leren. We gaan het nog hebben over doelen stellen. Formatief evalueren. Een paar tools. Lesson Up en een Nearpod. Energizers online die we kunnen gebruiken. En aan het eind van de maand gaan we een nieuw experiment doen. Of dat we ook tijdens de webinar een live interview kunnen doen. Nou, volgens mij een interessant programma voor de komende periode. Schrijf je in voor de volgende webinars als je dat nog niet gedaan hebt. Deel het met collega's. En ik hoop jullie allemaal weer te zien volgende week in de webinar waarin we weer studenten aan het woord hebben. Dank voor het kijken en tot de volgende week.